7 x 8, 56. Vermoedelijk heb je niet heel veel moeite moeten doen om dat op te graven uit je geheugen. Maar hoe komt dat nu eigenlijk? Wel, het mechanisme dat daarachter zit wil ik heel graag illustreren aan de hand van een experiment. Er zijn twee groepen van kinderen, twee klassen, die zich moesten voorbereiden op een toets van wiskunde. De ene groep van leerlingen die kreeg op twee verschillende momenten wiskundeoefeningen voorgeschoteld, 2 keer 5. De andere klas die kreeg 10 wiskundeoefeningen voorgeschoteld op één moment. Identiek dezelfde oefeningen, dezelfde inhoud, evenveel tijd gespendeerd. Beide klassen kregen een toets na 1 week en ook een toets na 4 weken. Welke groep van leerlingen presteerde nu het best? Op de toets na 1 week scoorden beide groepen even goed. Het maakte dus eigenlijk niet uit op welk moment en hoe lang ze geoefend hadden. Maar we merkten wel dat op een toets na 4 weken de groep die op 2 verschillende momenten geoefend had, het beduidend beter deed dan de groep die op 1 moment geoefend had. En dat met eenzelfde aantal tijd dat erin geïnvesteerd werd in de voorbereiding. Dat effect noemt het spacing effect. Dat wil eigenlijk gewoon zeggen dat het spreiden van oefen- en leermomenten in de tijd veel effectiever is dan wanneer die zou bundelen op 1 moment. Het effect is stock-out. Ik keer daarvoor terug in de tijd naar 1885, 2 eeuwen geleden bij een Duitse psycholoog Hermann Ebbinghaus. Hij had maar 1 proefpersoon, hijzelf, en hij leerde zichzelf nonsens syllabie aan. Lettercombinaties die geen enkele betekenis hadden. Wanneer hij oefende op 1 moment, dan merkte hij dat het vergeten heel snel ging. Wanneer hij echter die oefenmomenten spreidde in de tijd, dan zag hij dat zijn vergeten veel trager ging. En na een 3 of 4 herhalingsmomenten zie je al dat je maar heel weinig nog van die leerstof gaat beginnen vergeten. En dat heeft uiteindelijk geleid tot het ontstaan van de vergeetcurve. Hoe pas je dat dan toe in de concrete lespraktijk? Het kost niet meer tijd. Het gaat hem over het moment dat je de oefeningen aanbiedt. Beter 3 keer 1/2 uur iets oefenen dan 1 keer 1.5 uur. Je kan dat bijvoorbeeld doen door taken te verspreiden in de tijd, zodanig dat leerlingen op een moment dat het eigenlijk niet over die leerstof gaat, toch nog eens een oefening moeten maken over eerdere leerstof. Je kan dat doen door vragen te stellen in de klas over topics die 1/2 jaar, 1 jaar, zelfs schooljaren geleden behandeld zijn. Dat triggert telkens datzelfde effect, dat spacing effect. Die maaltafels die heb je vermoedelijk meer dan 4 keer geoefend in de lagere school, vandaar dat de kans heel erg groot is dat die zelfs tot op de dag van vandaag nog blijven beklijven. Die automatisering is heel erg belangrijk in onderwijs en die zorgt er dus voor dat je mentale bandbreedte vrij hebt om te denken. Je moet namelijk geen moeite doen om te denken hoeveel 7 x 8 is. Je zou dus wel kunnen zeggen dat het vergeten geen vijand hoeft te zijn van het leren, maar zelfs een bondgenoot. Het is net door het vergeten dat we de kans krijgen om te herhalen, waardoor dat we in de toekomst trager zullen gaan vergeten en dus veel beter en langer dingen kunnen onthouden.